Wij nodigen iedereen uit om ideeën die hij heeft met deze locatie. En of je nou het gebouw wilt gebruiken of op deze plek iets anders wilt realiseren, die nodigen we uit. En misschien vindt men elkaar wel dat men ideeën samenvoegt. Oftewel, de ouderwetse methode is wij bedenken wat in het stadhuis. Vervolgens delen we dat mee aan de buurt. En dan is de buurt blij of teleurgesteld. En nu hebben we gezegd van we gaan ideeën ophalen. En een van de voorwaarden is dat het draagvlak moet zijn uit de buurt. Vandaar dat wij ook de buurt uitgenodigd hebben. Zij mogen ook ideeën aanreiken van wat zouden wij graag willen. Dus wij gaan daar echt iets mee doen. Dit is echt het eerste project wat we op deze manier in Almelo doen. We hebben dat al wel wat voorzichtig hier en daar geoefend. Maar echt op deze manier dat we echt mensen uitnodigen. Maar ook investeerders, organisaties, mensen die op zoek zijn naar een locatie. Wij vragen hun echt van, ziet u kansen voor deze plek? En een van de voorwaarden is van, u moet daar ook draagvlak voor creëren in de buurt. Als ik even begin met het feit dat mijn vader hier vroeger hoofd van de school was. Hier hoofd geweest van 1958 tot 1979, toen is hij met pensioen gegaan. En daarbij heb ik zelf ook op deze school gezeten. Het was een hervormde school, dus wij waren hervormd thuis, dus je ging ook naar een hervormde school. En ik heb hier zelf dus gezeten van 1960 tot 1966. Dus het gebouw roept bij mij, zo gauw ik weer binnenkom, heel erg veel. Dit was natuurlijk een wijk in aanbouw. Er werd ontzettend veel gebouwd toen de tijd, de Ossenkoplerhoek. Want bijvoorbeeld, ik heb een jaar, maar in klas 3, in de Exoduskapel, dat was een kerk die hier in de wijk stond, heb ik les gehad. Maar ook de Goosmaatgebouw werd gebruikt als leslokaal. En ook het voetbalgebouw van sportvereniging Almelo werd gebruikt als leslokaal. Mensen planten zich voort, gelukkig maar. Maar daarnaast kwamen hier een grote groep Nederlands-Indische mensen te wonen, hier in de wijk. En een groot aantal mensen van Zuid-Molukse oorsprong. Dat betekent ook, als ik even zo het in gedachten neem in wat voor klasse zat ik toen de tijd, dat ik ruwweg zeg, nou volgens mij waren er wel een derde van Zuid-Molukse oorsprong. En misschien 20% van Nederlands-Indische oorsprong. En de rest van, mag ik dan zeggen, Nederlandse oorsprong. Dus dat beeld heb ik toch heel erg sterk van. Wij waren toen al een hele gemengde school. Een gekleurde school. En dan hebben we het over de jaren 60.